Ik ben Monique Beerholte. Ik ben de wijkondersteuner voor het Sluitersveld in Schelfhorst. En ik werk voor Avedam. Nou, vandaag hebben wij bewoners die rondom het park wonen gevraagd om met ons mee te denken welke initiatieven bij het park zouden kunnen passen. Nou, er zijn al 4 bewonersinitiatieven die hier gepresenteerd worden. Die willen we natuurlijk heel graag laten doorgaan en ontwikkelen. Maar als mensen heel andere ideeën hebben, dan mag dat ook. En komt er nog een vervolg op deze dag? Ja, dat is wel het idee. Dus, we halen nu de ideeën op, de stemmen, de sfeer, de voorstellen. En dat gaan we allemaal weer bekijken. We willen het dus verder proberen te realiseren. Zodat de mensen steeds meer het idee krijgen in het Schelferspark is wat te doen. Tuin is een initiatief van een paar buurtbewoners. En wij hadden zoiets van gezellig om er iets te maken voor de buurt. We hebben een klein fruitplekje gemaakt. Wie zijn jullie? Wij zijn vrijwilligers bij de Kruidentuin. En dat doen we al jaren met heel veel plezier. De Kruidentuin is in de uiterste noordoosten van de Schelfhorst, achter Rensumaborg. Daar is een weide, die loop je door en dan kom je vanzelf in de Kruidentuin. Ik ben Tim Huizinga van Fysiotherapie in School en wij zijn hier om de motoriekroute te promoten hier in het Schelfhorstpark. Die route die moet nog ontwikkeld worden. Het idee is om dat hier te gaan ontwikkelen en wij zijn dat hier om aan te promoten met onze praktijk en andere collega's. Wat zijn de reacties van de mensen tot nu toe op het plan? Tot nu toe behoorlijk positief. Ze vinden het leuk dat er wat komt hier in het park om in beweging mee te komen.